Goeiedag dames en heren, ik ben van Kanetjoep. In deze video zitten wij weer in de natuur. Het is herfst. Het is de periode van vetplantjes, een bepaalde soort. We hebben het hier over de littops. Littops heb ik zojuist besteld. Twee soorten, 8 keer 2 soorten. Daar heb ik hiervoor een doos. We doen bij deze een unboxing video in het pot. Daarvoor heb ik een doosje. Daar zitten ze in geleverd, zijn net binnen. Ik ben rechtstreeks door naar deze plek gegaan om de plantjes uit te pakken. Daarvoor heb je een schaar nodig. Ga ik je laten zien hoe ze eruit zien. In deze video bespreken we ook de verzorging van de littops. De littops is ook wel gezegd een levend steentje. Een andere benaming hiervoor is livingstone of pebblestone of pebbleplants, omdat ze vaak worden gezien als voedsel voor in de natuur. Nou, we hebben hier dus een doosje. Daar hebben wij papiertjes in, en papiertjes hebben we niks aan, maar bewaren wij wel. Dan zien wij dat alles zorgvuldig is verpakt. We hebben hier dus kleine potjes in verpakking. Nou, dat houdt dus in dat de service van ik heb een cactus.nl, waar deze plantjes vandaan komen, super goed leveren. Want we zien zorgvuldig ingepakt, zodat ze niet zouden beschadigen. We pakken ze wel weer in als we ze naar huis gaan. Maar ik laat je bij deze zien hoe mijn nieuwe collectie littops eruit zien. Hier hebben we een littops. En hier hebben we een littops. Zo zien we 2 geslachten. Ja, die is leeg. Hè? Die ook. Je kan hem ook los in het doosje doen, dat is geen enkel probleem. Nou, we hebben dus hier 2 stuks. Dit zijn eigenlijk levende steentjes, zijn babyplantjes. Die ik heb besteld bij ikhebeencactus.nl. Vind ik een van de leukste dingen te vertellen. Is dit dan? Het is niet wat ik heb besteld. Maar misschien een proefpakketje. Moet ik even checken. Dit is niet wat ik heb besteld. Maar ja, alles is welkom natuurlijk. Hier hebben we dus een levend steentje, een groter formaat. Dit is er 1 en al deze kleintjes worden dat uiteindelijk. Nou, zo zien we dus dat we verschillende littops hebben. Maar dat is niet wat ik heb besteld. Ik hoop niet dat er meerdere daarvan in de doos zitten. Want ik heb zaailingen besteld en geen volwassen planten. Nou, dit is een knopje en een leeg knopje. Hier zit wel weer wat in, geloof ik. Nee, er zit ook niks in. Nou, zo zie je dus dat het uitpakkingsvideo best wel leuk is om te doen. Ook niet heel moeilijk om te doen. We zien ook dat ze goed zijn verpakt met een soort krantenpapier. Ook hier hebben we baby's. Leuk, leuk, leuk. Dankjewel. Ik heb een cactus.nl super service. Kijk, nog eentje. Heel mooi. Dit zijn natuurlijk wel plantjes die nog niet echt een jaartje oud zijn. Dit zijn nog echte zeilingen. Het houdt in dat ze klein zijn, kwetsbaar en ook gevoelig voor te veel aan water. De verzorging van deze planten bespreek ik zo meteen in deze video. We hebben hier nu het uitpakken, want we zien dus dat we aardig wat hebben. We zien ook grind aan de oppervlakte, is ook leuk te doen bij een littops. Niet alleen leuk om te doen, maar ook nog eens nuttig, want de plant voelt zich daarin thuis. Ik gooi alle propjes in de tas wat we meenamen hier naartoe, om het te vervoeren. Om het u te kunnen laten zien hoe mijn pakketje er nou uiteindelijk uitziet. Kijk, ja, dan is dat mijn proefpakketje. Hier krijgen we het andere soortje. Kijk. Goeie, hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb een cactus.nl. Want dit is mijn bonusplantje en dit is wat ik heb besteld. Ik zal de exacte naam en de verzorging van deze kleine schattige plantje zal ik u voor u in deze video beschrijven. We doen zometeen even een close-up. We pakken hier eerst alle planten uit. Van. Zo zien we dus dat we een aardige collectie hebben. Kijk, hier een heel mooi trosje. Deze planten komen namelijk in een schaal terecht. Uiteindelijk. Ik denk inderdaad dat het een proefplantje is. Nou, we hebben nog meer om aan te pakken. Ik heb zo'n 53 euro besteed aan deze kleine littops plantjes. Ze waren zo'n 2,95 euro per stuk. Dat houdt in dat ze niet ontzettend duur zijn. Dus ja.
We pakken hier dus de cactus uit. Het is nu om precies te zijn 25 november. Dat betekent dat het einde van het jaar is genaderd. Het wordt koud buiten. Ik heb de redbox gezet omdat het een koude periode wordt. Kunnen we niet heel veel mee doen in de tuin en in de kas. Deze soorten zijn herfst- en wintergroeiers. Dat betekent dat het gaat groeien met volle zon. Dit is een ander soort dan deze hier. We hebben er nog twee om uit te pakken en dan hebben we alles uitgepakt. Als ik alles uit heb gepakt, komen we terug naar een close-up. En een close-up is een plantje van de kwijt bekeken. Hoe dat er nou precies uitziet op zo'n jonge leeftijd. Want heel veel mensen kennen wel een levend steentje zoals deze. Simpel levend steentje. Maar zo is het feitelijk allemaal begonnen. Kijk hier ook nog. Dat zal ik ze straks even tellen. Oh, we hebben er nog één gevonden. Zoals we zien zijn ze keurig verpakt, zodat ze niet kunnen beschadigen. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké, dan is de tafel. Zo, schaven tafel. Nou, we hebben hier dus de plantjes die ik heb besteld. Ze waren allemaal, dus deze hele set was eigenlijk... wat is dat nou? Waarom zit er hier nog één in? Waarom zit er hier nog één? Ik wil zien wat voor soort dat is. Ah, dat is straks al. Hier hebben we ook nog iets. Ik weet niet. Wat biertje ging er vandoor. Oké, ja. Zo. Nu hebben we alles. Zo. Dit is dus de Litops collectie die ik heb besteld. En nu gaan we door naar de verzorging van deze Litops. Het grootste probleem wat bij een Litops kan ontstaan is het verzuipen van de planten. Dat houdt in dat de wortels onder water komen te staan en dat het worteltje dan gaat verdorren. Waardoor het plantje niet meer komt te groeien en ook niet gaat bloeien. Het watergeven is dus een van de grootste problemen bij een Litops, omdat mensen niet vaak weten wanneer en waar ze water willen. Het is wel van groot belang te weten dat je Litops geen water mag geven als ze in de slaapstand staan. Daarbij is het ook belangrijk dat de Litops een zo zonnig mogelijke plek krijgt. Dat houdt in dat ze in een plantenkas op een zonnige plek in de tuin het goed zal doen. De Litops is een plantje die vrijwel onder de grond leeft, enkel de bladeren staan boven de grond. De oppervlakte van de blaadjes die nemen licht op en dat is goed voor de fotosynthese. Deze plantjes komen van oorsprong uit Afrika en de omstreken van Afrika. Hier groeien ze vrijwel tussen rotsachtige en kiezelachtige gebieden, waardoor ze bijna niet opvalt. Want met hele droge periodes verdwijnen de plantjes deels onder de grond, waardoor enkel de oppervlakte van de blaadjes boven de grond uitsteken. Dit zijn dan twee exemplaren van ieder zijn eigen unieke soort, maar er bevatten ongeveer 40 soorten in de Litops familie. De Litops is een echte succulent, dat houdt in dat het een echte vetplantje is. Doordat de Litops eigenlijk uit Afrika en de omstreken van Afrika vandaan komt, uit warme en door en droge gebieden, is het belangrijk dat ze op een zanderige, grindachtige, kiezelachtige grond komt te staan. Dat betekent dat de grond eigenlijk niet lang gedurend nat mag blijven. Dus we gebruiken daarvoor speciale Litopsgrond of de zelf aangemaakte cactusgrond met extra zand er doorheen. Na het water geven is het dus belangrijk dat de planten zo snel mogelijk weer droog komen te staan, omdat anders de plantenwortels gaan verdorren. Aangezien deze Litopsfamilie eigenlijk één grote wortelstelsel hebben onder de grond, waarvan één dikke penwortel. Als potmaat is ook het beste aangeraden om een pot te gebruiken die ongeveer tussen de 11 tot 12 centimeter diep is. En het liefst stenen of keramische schalen. Met een goede afwateringsgaten onderin. Dat betekent dat er absoluut geen vocht of water bij de wortel langdurig mag komen te staan. U hoeft deze vetplantjes niet 1, 2, 3 te bemesten. Dat houdt in dat ze prima aan doen op arme oude grond. De Litops kan zo'n 10 tot 15 jaar wel in één grote schaal blijven staan, zonder enige voeding. De planten doen het hier super op. Voor de Litops gebruiken we eerder de diepere schalen en potten in de plaats van breed en laag. Als de Litops nog klein is, is het prima te doen om haar in steekpotjes te kweken.
Van nature groeien littops namelijk tussen kiezelachtige gebieden wat ze anders door de diervraat worden aangegeten. De planten zijn ook niet giftig voor mensen en dieren. Ze zijn dan ook diervriendelijk. Als je jonge plantjes hebt, zoals wat we hier hebben, dit zijn allemaal jonge zijlingen, dan kun je ze na een jaartje pas verplanten. Dan zijn ze oud en groot genoeg zodat de wortel het ook aan kan. Zou je dit vroegtijdig willen proberen, dan zou ik dit afraden, want de wortel is dan nog veel te kwetsbaar. Qua plagen heeft de littops niet heel veel last van. Er zijn wel diverse plagen die de littops kunnen aantasten. Onder andere slakken, want het is natuurlijk een vrij sappig blaadje. Maar hoofdzakelijk zijn luizen en mijten het probleem. Als we het hebben over luizen, dan hebben we het hier over wolluizen en schildluizen. Bij het controleren van de planten bij de aankoop die je ook de wortel te bekijken. Dus even uit de pot halen kan nodig zijn. Op deze manier kun je wortelluis constateren. De bloeiperiode is voor alle littopssoorten vrijwel hetzelfde. Dat is toch wel richting de herfst. Dat is ook de groeiperiode van de littops. De bloemen van dit geslacht zijn geel met een witte kelk in het midden. De bloemen zijn zo'n 1,5 tot 2,5 centimeter in doorsnede. De eerste bloei is zichtbaar vanaf ongeveer een jaartje of 2 oud. Nou mensen, dit was de verzorging over de littops met het levende steentje, vetplantje. Dan ga ik ze terug in deze doos zetten. Want we moeten wel weer naar huis natuurlijk. Dat ga ik wel rustig doen. Het was namelijk een ware genoegen om u mijn plantjes te laten zien. Die ik bij deze nieuwe heb besteld. Ik heb een cactus.nl. Waar ik super blij mee ben dat ik ze uiteindelijk binnen mag hebben. Het is eigenlijk mijn eigen verjaardagscadeautje. Ik ben binnenkort jarig. Ik dacht even dat mijn telefoon gek deed. Maar dat is verderop. Het roepje zijn ze aan het bouwen. Ik ben dus binnenkort jarig. 11 december 1986 ben ik geboren. Dus ik ben komende jaar, dit jaar op 11 december jarig. Nu ben ik dus de plantjes aan het inpakken die ik besproken heb. Deze plantjes heb ik gekocht voor mezelf. Voor in mijn cactuscollectie. Deze komen in schalen te staan in de lente. Hoe we dat doen, neem ik u ook nog mee. Hoe dit allemaal te werk gaat. Zo, ik heb nu dus een doos vol met littops. Nu ga ik de kranten aanvullen, want dat doosje moet namelijk dicht. Zo, om te vervoeren heb je namelijk genoeg propjes nodig. Zodat de plantjes goed blijven zitten. Ik heb geen tape bij me, dus ik kan de deksel niet weer dicht plakken. Vandaar dat we het heel zorgvuldig doen. Zo. Dat voorkomt ook dat de plantjes kou vatten. Want het is nu herfst, het is een groeiperiode voor deze vetplantjes, zoals ik al zei. En ja, dit is dus mijn nieuwe collectie vetplantjes. Leuke kleine littopsjes. Nu ga ik onderweg naar huis en dan ga ik ze huisvesten in mijn cactuscollectie. Zo, en zo hebben we hem weer ingepakt. Nou mensen, nu ga ik weer naar huis. Dan ga ik rustig de video afsluiten op dit moment. Dit was de verzorging met het unboxing video, dus het uitpakken van de littops, oftewel levend steentje van de website ikhebeencactus.nl. Dit pakketje is net binnen, we gaan hem in de kast zetten omdat ze dan meteen licht kunnen vangen. De diverse voordelen heb ik u verteld in deze video waarom ik dat doe. We gaan dus naar huis, ik ga naar huis en ik neem u bij deze afscheid voor deze video. En dan zou ik zeggen tot op de nieuwe video. Heeft u verdere vragen, opmerkingen, tips, weetjes of leuke informatie over deze video of over deze plantjes? Stuurt u gerust onder in het beeld een berichtje, dan kom ik er zo snel en spoedig mogelijk op terug. Wilt u meer zien van dit soort video's van cactuscollecties? Ik heb aangeschaft dat uitpakvideo's, wilt u daar meer van zien? Even een duimpje omhoog en ook even berichten onderin het beeld bij YouTube, zodat ik ook weet waar ik aan toe ben. Ik weet dan ook of jullie dit willen blijven zien in de toekomst. Zoals ik al zei, het is nu einde van het jaar is bijna afgesloten. Nog 1 maandje is het jaar afgesloten. Het is nu 25 november.
2021 een prima periode om Netops aan te schaffen, want nu is de groeiperiode. Nou mensen, ik wens u voor de rest een hele fijne dag toe. Oh ja, vindt u het een leuke video? Even nog een duimpje omhoog, ook voor de nieuwkijkers duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal om zo up-to-date mogelijk te blijven van mijn nieuwste video's. En vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het notificatiebelletje te drukken. Nou mensen, een hele fijne dag toe. Adios, amigos, peace.